Dag mensen, welkom bij etappe 18 al van deze tour. Hierna nog maar 3 etappes te gaan. En we gaan even een kleine vooruitblik doen. Dus vandaag staat etappe 18 op het programma. We kunnen aan het profiel zien dat dat echt wel eentje voor de klassementsrenners is. Vandaag is de laatste dag dat er grote veranderingen kunnen gebeuren aan het klassement. Dus als Froome vandaag nog eens alles uit de kast haalt en hij kan zijn voorsprong behouden, is bijna 100% zeker dat hij de gele trui kan behouden. Want in etappe 19 is het gewoon een vlakker etappe. Dus daar gaat Froome niet echt in de problemen komen. Allee, dat kan ik mij toch niet voorstellen. Daarna is het een tijdrit van 21 kilometer, oké. De klassementsmannen, Froome, kan al vrij goed tijd rijden. Dus als ze op hem nog een minuut of zo goed willen maken, gaan ze echt ferm hun best moeten doen. Hij gaat misschien zeker niet de etappezegen binnenhalen op die tijdrit, maar veel tijd gaat hij zeker niet verliezen volgens mij. En dan, zoals iedereen wel weet, op etappe 21 gaan we naar de Champs-Élysées. En daar is traditiegetrouw ook geen tijdsverschil meer mogelijk. Dus we gaan gewoon beginnen met etappe 18 vandaag. En zoals ik al zei, dit is de laatste rit waarin dat je echt nog een serieus verschil kunt maken voor de gele trui. Dus ik ga jullie niet langer in spanning houden en we gaan gewoon direct kijken naar etappe 18 in deze Tour de France. Welkom bij etappe 18, mensen. 18 al. We zien Froome nu altijd in het geel staan. Hij heeft iets meer dan een minuut voor op poort. En vandaag is het de laatste etappe waarin dat je echt iets kunt doen aan de GC. Dus de generale... het algemeen klassement, om het in het Vlaams te zeggen. Dus we gaan hier Froome al direct laten volgen op Poels. Poels laten volgen op Landa. En Landa laten volgen op Heno. En dan Heno uiteindelijk laten... Alhoewel, we gaan Heno op kop laten rijden. Heno op kop laten rijden. Thomas daarop volgend. Daarop volgend de rest gewoon. En dan hebben die nog een soort van vrije rol. Die kunnen ook wat knecht spelen voor Froome. Maar dan is het al in orde. We gaan Heno even naar voren laten komen. We zien hier ons treintje al een beetje vormen. Allee, een beetje. Dit is ons trein gewoon. Super sterk ook. Dus, ja. En dan gaan we, zoals onze goede gewoonte, altijd eens kijken hoe dat er in de kopgroep zit. Tony Martin, Pantano, Telensky, Kreuziger, Genier, Kangert, Pauwels en Polank. Dat is de kopgroep. Ze gaan nog wel samenkomen, daar ben ik 100% zeker van. Het is een kopgroep. We gaan een kopgroep krijgen van 8. Nogmaals de namen: Telensky, Martin, Pantano, Polank, Kreuziger, Genier, Kangert en Pauwels. Dan ga ik nu doorspoelen naar de belangrijkste momenten van deze etappe. Oké, mensen, we staan hier aan de voet van de eerste beklimming. De kopgroep zit al ietsje verder. Maar naar die sprint gaan we niet kijken. Want die is toch niet echt interessant, omdat er niemand meer inzet voor een bolkenstrijd. Maar we gaan hier wel wat vroeger aan beginnen. Sommige krijgen het al moeilijk, zoals je hier kunt zien. Niet extreem moeilijk, dat niet. Maar er beginnen toch al wat gaten te ontstaan. Zoals de sprinters hier, die gaan er af moeten. En er gaan nog meer af moeten, want we gaan er extreem vroeg aan beginnen. We gaan zij zeker niet opblazen, maar we gaan er wel iets vroeger aan beginnen. Omdat we hier ook nog de afdaling hebben om te recupereren. Hier nu is het profiel in het groot van de berg. We zitten nu in een zwarte strook. Dus dat is een extreem zware strook. We zien hier toch al duidelijk dat meer en meer renners het moeilijk krijgen. Het wordt ook al, het is de laatste bergrit van deze tour, dus de mensen zitten op hun limiet. En dan vallen er slachtoffers, dat weet je zo. En je ziet dat hier al, er beginnen hier al gaten te ontstaan.
En we gaan gewoon rustig die berg op, nog een kilometer en dan begint de afdaling al. Dus dan gaan we nog een kilometer goed doorgeven. Ik zei ik zelf nog ietsje minder. Nu gaan we in die afdaling ook nog even goed gas geven. Maar dat hier zien, na die klim, er gaan mensen zo hard kapot zitten dat ze gewoon niet meer de kracht hebben om te volgen. Je ziet hier al een klein, dat gat begint wel iets groter te worden doordat ze gewoon niet meer kunnen volgen. Hier is ook al een gat gevallen. Dus. Ik ga hier nu wel naar beneden, dus ze kunnen wel wat recupereren. De kopgroep nog altijd hetzelfde, niet speciaal gebeurd. Ik zie jullie terug op ongeveer 10 km van de finish. Oké, mensen, de kopgroep zit op 10 km van de finish, dus vanaf hier gaan we alles live meevolgen. Bardet heeft aanval en die staan nu op 7 minuten, dat is nog vrij safe. Hier is ook niet echt een gevaar, we gaan eens kijken voor de zekerheid, maar uiteraard geen gevaar, want dat is wat peloton die ook niet laten gaan hebben. En dan gaan we ook stilletjes aan en beginnen met Thomas. Zeker niet ons laten ontploffen, maar toch tempo rustig aan wat opdrijven. We zien hier nog altijd Valverde zitten. Moreno ook, maar Quintana, dat is waarschijnlijk dan Quintana. Nee, ook niet. Waar zit Quintana? Hier zit Quintana. Zit wel vrij ver naar achter. Minder geplaatst. Attack by Talensky. Talensky. Hier is dus de kopgroep nog altijd. En er zijn hier sowieso dan ze biedt nog echt moeilijk gaan krijgen om aan te haken. De tempo ligt nu nog niet echt super hoog, hè. Maar ze beginnen hier wel naar het einde te gaan. Dus volgens mij gaan ze een paar moeilijkheden krijgen, want ze willen hier ook op een lijn te rijden. En voilà, het is zover. Ze zullen er nog niet direct afleggen, maar het begint wel moeilijker te worden. Hier op 5 kilometer van het einde, dus nu kunnen we echt wel tempo goed gaan opdrijven met een Thomas die 85 rijdt van zijn maximale kracht. Dus, nu gaan er echt veel af moeten, dat kan ik u op een briefje geven. Zit Quintana hier ook in het probleem of is het gewoon wat schijn? We gaan Neve, oké, okay, die mag, die gaat weer lopen. We gaan Kirianka zo wat stoorzender laten spelen. Zo. Precies van die beter kunnen en dan zo in de weg gaan rijden, maar het telt niet echt. Dus we gaan hem gewoon dan maar op automatische piloot zeggen, noem ik dat. dat hij automatisch zijn ding kan doen. Rosa moet er ook af, heeft zijn werk gedaan. Neve begint het ook moeilijk te krijgen, wat ook niet abnormaal is. Een teamleader is falling behind. Ja, we hier gewoon met pools beginnen rijden. Automatische dingen zetten allemaal. Pools laten rijden en Froome gewoon volgen. Ik kan Froome op het einde nog eens alles geven. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. And the final sprint is off. Who's going to be the first of the line today? Ik
kunnen we hier ook nog meevallen. Kreuziger wint de etappe voor Telensky en Martin. Een vierde Kengert, de vijfde Pantano, Polankos, nee, Serge Pauls denk ik. Ja, Serge Pauls wordt zesde. Polank zevende, Genie achtste, Poels is hier bijna kapot, maar Froome kan makkelijk volgen op, alhoewel hij moet gewoon sprinten nu. En Froome als negende, misschien pakt hij nog enkele seconden op Poort, maar dat weet ik niet zeker. Poels ook sterk gereden, Team Sky weer al heel sterk gereden, al zeg ik het zelf. Geen tijd verloren, misschien zelf tijd gewoon op bepaalde mensen, maar dat weet ik dus nog niet. En dan denk ik dat we zo wel kunnen zeggen dat Froome deze Tour winnend afsluit, want dit was de laatste echte bergrit van deze Tour de France. Het heeft dan ook wel iets langer geduurd dan normaal. Dus ja, nu is het een gewone rit, na deze etappe een gewone rit. Daarna nog een tijdrit, waarin dat Froome ook wel de beste is tussen de klassementsmannen normaal, samen met Poort. En daarna is het op de Champs-Élysées te sprinten met Viviani. Dus nog een paar leuke dingen in het vooruitzicht. En ja, we gaan nu even naar de podia's kijken. Kreuziger op 1. De etappewinst voor Orica. Chris Froome in het geel. Na stage 18, een minuut 53 voor op Richie Poort. 2 minuten 45 op Nibali. 3 minuten 06 op Poels. 3 minuten 35 op Valverde, dus dat is binnen. In de bolkenstruin, waar altijd Alaphilippe, al was Kreuziger wel dichtgekomen met 101 punten, maar Alaphilippe heeft het goed berekend en die staat dus in Parijs met een bolkenstrui als alles goed gaat. Normaal zijn er zelf geen punten meer te verdienen, denk ik, voor een bolkenstrui of eentje of zo. Dus Alaphilippe rijdt in een bolkenstrui naar Parijs. Gaviria in het groen. Die trui staat wel nog niet vast, want in Parijs wordt er nog gespurt en in de volgende etappe ook, dus daar kan alles nog. De witte trui is ook voor Alaphilippe, maar die gaan we dus niet zien rijden, want hij rijdt met de bolletjestrui. En in het ploegklassement Team Sky op nummer 1, overduidelijk sterker dan alle andere ploegen. Victory voor Kreuziger. En dan ga ik nog een kleine vooruitblik doen naar etappe 19. Etappe 19, een vlakke rit voor de sprinters. Misschien toch nog eens een kans voor Viviani. Ik zei het al een hele Tour, maar toch, ik zou echt zo graag eens een etappe winnen met Viviani. Dan is een Tour echt volledig compleet. Hij is nu eigenlijk al compleet door onze winst van de gele trui met Froome, maar dat zou hem extra compleet maken. Of wie weet, zelf gewoon winnen op de Champs-Élysées met Viviani, maar nu zijn we echt aan het dromen. Dus ik ga hierbij afsluiten. Bedankt om te kijken naar deze etappe. Vergeet niet te liken, te subscriben en de video te delen met je vrienden. En misschien nog een comment te plaatsen over wat je mij later wilt zien doen. Een Tour met een andere ploeg of met dezelfde ploeg nog eens. En een andere kopman bijvoorbeeld, Poels als kopman. Of ik zeg maar iets. Hè. Een Giro, een Vuelta, een carrière mode voor YouTube met een ploeg. Pro Cyclist Mode, alles. Laat het gewoon maar weten in de comments. En ja, dan ga ik hierbij afsluiten. Bedankt nog eens om te kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag terug in de sprinters etappe 19. Bedankt iedereen om te kijken en tot de volgende keer.